De opleiding paardenhouderij van AOC Terra verliest 80% van haar stageplaatsen. Veel van de paardenhouderijen en maneges waar leerlingen nu stage lopen, voldoen niet aan de eisen van een nieuw veiligheidscertificaat dat verplicht is gesteld voor alle leerbedrijven in de groene sector. Zonder dit certificaat mogen bij de bedrijven geen leerlingen stage lopen. Om te voldoen aan de eisen moeten de bedrijven aanpassingen doorvoeren en enkele honderden euro's betalen voor de keuring. Veel bedrijven kiezen ervoor om het certificaat niet te halen en dus geen stagiaires meer te ontvangen. Monique Peuts, eigenaresse van een dressuurstal, heeft het certificaat wel gehaald. Ik vind heel belangrijk veiligheid. Met het meest gekke ongelukje kan er al iets gebeuren, dat mijn paard loskomt. Ik wil graag dat mijn paarden er heel veilig bij staan met de boksen en dat soort dingen. Dus ik heb daar gewoon voor gekozen. En voor ons waren er eigenlijk maar heel weinig aanpassingen voor het veiligheidscertificaat. Dus voor ons was het heel makkelijk in te passen om dat certificaat aan te vragen. En dat hebben wij een paar jaar geleden al gedaan. Monique Peuts vindt niet dat een dergelijk certificaat de oplossing is voor veilige stageplaatsen. Een bedrijf draait met een hele goede eigenaar of goede stagebegeleider. Die weet wat veiligheid is. Dus die voldoet dan misschien niet helemaal aan de eisen die het certificaat vraagt. Want sommige dingetjes zijn misschien een klein beetje vergezocht. Maar die kan wel de stagiaires op een goede manier opleiden en begeleiden, ook in de veiligheid. Stagiaire Iris kan zich voorstellen dat haar medeleerlingen zich zorgen maken. Het lijkt me heel vervelend, want je wil natuurlijk wel goed je opleiding kunnen afronden. En ja, door de AE-koor wordt dat verbroken als het ware. En ik ben wel blij dat het nog een beetje meevalt. De goede stagebedrijven zijn er natuurlijk dan nog wel, maar de kans om er te komen is natuurlijk ook weer kleiner. Hoe het tekort aan stageplaatsen opgevangen gaat worden is nog niet bekend.